Het dorpje Karenak met zijn roodbruine daken is een van de schilderachtigste van het departement Lot. De naam van het dorp staat al in geschriften uit de 10e eeuw vermeld als halteplaats voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostela. De monniken van Cluny besloten in 1047 hier een Benedictijnenpriorij te stichten. Het klooster, de kloosterkerk en de kloosterhof werden versterkt en het omliggende dorpje werd ommuurd. Dat voorkwam niet dat men het dorp enkele malen plunderde, onder meer tijdens de 100-jarige oorlog. Vandaar dat de meeste gebouwen die er nu nog staan uit de 15e eeuw dateren. Het belangrijkste gebouw is de Église Saint-Pierre, met name omdat de 12e eeuwse gebeeldhouwde geveldriehoek boven de toegangsdeur bewaard gebleven is. Twee zogenaamde tweelingzuilen en een vierlingzuil ondersteunen het prachtige timpaan. Centraal op het beeldhouwwerk staat Christus, gezeten tussen de symbolen van de vier evangelisten: engel, adelaar, leeuw en stier. De andere figuren stellen de apostelen voor en twee knielende engelen.